film Piece of My Heart. Een waar gebeurd verhaal over een ballerina die bezwijkt onder de prestatiedruk en zich verliest in het Amsterdamse nachtleven. Voor de hoofdrolspeelsters is het hun eerste acteerervaring. Wat ik langs zag komen, dacht ik al, ja, die kunnen dansen, dat is niet normaal. Ze is een ster, Cherie. En dan moet je onder ogen zien. Ook qua spel dacht ik, het is heel puur en heel rauw. En nou ja, ik kan niet wachten om dat te zien. Jij gaat naar huis en naar bed. Mag ik ook een beetje leven misschien? Ja, dat kan je niet zomaar van een acteur even in een paar maandjes voor elkaar krijgen. Dat is echt een levenslange training. Wij blijven altijd samen, toch? Ik vind het altijd wel heel mooi om te zien dat mensen waarvan je niet verwacht zo'n kans krijgen. We zijn eigenlijk danseressen, dus we konden eigenlijk nog helemaal niet acteren, maar toch zijn we gecast. Dat hebben we, denk ik, geleerd. Dat hebben we geleerd. Ja. Het is een ode ook aan Olga de Haas, een van de mooiste en meest getalenteerde ballerina's die Nederland ooit heeft gekend. En hoe zit het eigenlijk met de dance skills van onze sterren? Ik zie dat jij een hele mooie grote bril op hebt. Als ik ga dansen, denk ik dat hij in 10.000 stukken breekt van ellende. Dus ik ga het niet doen. Ik zit tegenwoordig op salsa les. Ja, ik kan er niks van, maar ik vind het wel echt heel erg leuk. Ik zit toevallig nu in een voorstelling waar ik moet dansen en dat gaat niet goed. Er spelen dansers mee, die kunnen alles, die vliegen overal heen, die stretchen de hele tijd. En ik kan niet eens stretchen, dan scheur ik al. Freestyle. Ja. Laat maar zien. Maar... Ik wilde vanaf dat ik 3 was op klassiek ballet. En toen ik 4 was, mocht ik eindelijk. Ik heb het jaren gedaan. En dan deden we ook voorstellingen. En dan was er 1 kind dat altijd de verkeerde kant op ging. Dat was ik. Nou, rond een uurtje of 2 vannacht, dan gaan wij liften. Ik Gijs, by the way. Ja. Niet Gijs, maar ik. Nee, ik ben al gelift. Ja, dans is ook een vak. Zeker. Hey, die rode loper, Igoné was daar. Igoné de Jong was daar, kon ook eigenlijk niet ontbreken... want hij heeft de choreografie voor de film gedaan... en speelt zelf ook een klein rolletje, die van Julia. Dus ja, logisch dat zij daar wel verscheen op de rode loper. Maar dat moet ingewikkeld, in ieder geval ongemakkelijk voor haar geweest. Ja, want onlangs werd natuurlijk bekend dat het OM haar vriend Thijs Reumer... gaat vervolgen voor het seksueel overschrijdend gedrag met 3 minderjarige dames... Dus je begrijpt, daar hadden wij wel wat vragen over. En er waren meer mensen van de pers die daar natuurlijk wat vragen over hadden. En dan doen ze dat heel slim. Dan is ze wel op de rode loper voor het fotomoment. Maar Igoné was niet beschikbaar voor vragen. En wat heel veel bekende dames dan tegenwoordig ook doen... is dan hun kind meenemen. Want ja, het is natuurlijk toch een beetje ongemakkelijk... om waar een kind bij staat dit soort vragen te stellen. Dus zij kwam ook met haar zoontje vandaag over de rode loper. En dat hebben we eerder gezien bij Katja natuurlijk... die ook met haar dochter over de rode loper kwam... bij de première van Casa Coco onlangs. En ja, dan gaat toch alle aandacht uit naar Sammy. En niet naar ongemakkelijke zaken. Nee, stel je niet als er een kind bij is. Nee, exact. Nee, maar ik moet even zeggen, je hebt kip en het ei, hè? Dus is het... Ik neem mijn kind mee, want dan krijg ik geen moeilijke vragen. Of ik heb met deze film aan deze film meegewerkt. Mijn kind vindt dat hartstikke leuk. Ja. Ik neem mijn kind mee. Oh, by the way, helpt dat ook nog tegen... En we konden haar sowieso niks vragen. Omdat ze natuurlijk van tevoren al kenbaar had gemaakt... Geen vraag van de pers te beantwoorden. Dus alleen voor foto's beschikbaar te zijn. Dus in dat opzicht zou het heel goed kunnen zijn... inderdaad wat jij zegt, dat ze het kind gewoon heeft meegenomen... om trots te laten zien wat mama allemaal doet. Laten we het hopen. Zou het heel persoonlijk echt toejuichen... als kinderen gewoon niet op de rode lopen kunnen? Dat is toch aan iedere ouders voor zich? Ja, maar ik vraag me altijd af of die kinderen dat 15 jaar later ook zo te gek vinden. Dat je denkt van, nou ja, stond ik daar gewoon als een soort attribuut... naast mijn mama of papa... om misschien als bliksemafleider te dienen in dit geval. Maar gewoon sowieso denk ik van, zou ik zelf anders doen. Dan zijn Evert en ik het... Nee, ik doe het wel eens. Ik hoorde je vanavond bij half acht ook wel. Ja, ik doe het wel eens. We kunnen aan ervaringsdeskundige Toos vragen. Niet vaak, maar ik doe het wel eens. En dan heeft iedereen onwijs veel zin in. Ja. Dan kiezen we iets wat iedereen heel leuk vindt. En dan vindt iedereen het leuk om maar het helemaal... Maar ook zo'n dansfilm als dit, zou je dat dan ook doen? Als ik had meegewerkt aan die dansfilm. Ja, maar dat is dit keer toch niet het geval? Nee, dus het probleem was hier, is dat iedereen zijn kinderen natuurlijk wel meeneemt... of veel mensen op de mooie, goede, gelukkige momenten. Maar ja, we hebben het bij de Borsato's natuurlijk gezien. Toen dat misging, toen werden die kinderen ook natuurlijk... wel aan een vragenvuur onderworpen. En wilde ook iedereen van de kinderen nemen. Ja, die waren wat ouder natuurlijk. Die waren wel wat ouder, natuurlijk. Maar dus dat is, ja, de voor- en de nadelen zijn dat.